Goedenavond iedereen. Het is 8 uur, dus we kunnen van slag gaan. Goedenavond. Ik zie nog een beetje mensen binnenkomen. Dat is heel goed. Ik ga mezelf even voorstellen. Ik ben Sophie van LN Plus en vanavond ben ik jullie moderator voor het webinar rond kinkhoestvaccinatie en zwangerschap. Mochten er problemen zijn gedurende het webinar, deze mag je altijd in de privéchat zetten. Weet, als er problemen zijn, dat refreshen wel altijd helpt. Medische vragen zullen wij als medewerkers niet beantwoorden. Daarvoor hebben wij deze avond een experte aan het woord gelaten. Die zal straks voor jullie het woord nemen. Op het einde van het webinar zal er ruimte zijn voor vragen. Ik zal deze voor jullie doorheen het webinar bundelen en op het einde zullen wij deze vragen voorleggen. Ik zie ondertussen nog een beetje mensen binnenkomen. Ik ga nog een minuutje wachten. Voordat we kunnen van start gaan. Ik kan u wel al meegeven, wat komt er aan bod deze avond? Je krijgt een beetje uitleg over vaccinaties. Waaronder kinkhoest, maar ook andere vaccinaties. Er zal ook een korte uitleg gegeven worden over je uitkeringen, over je moederschapsrust, over geboorteaangifte. De voordelen en de diensten van LN Plus zullen aan bod komen. Er zal een woordje uitleg gegeven worden over onze zorgpartner Immens en ook onze zorgboutique. Zoals ik daarnet al zei, mochten er problemen zijn doorheen het webinar, zet gerust in de chat, geef een seintje. En weet zeker en vast, als je een keer refresht, dan normaal gezien de problemen wel kunnen verholpen worden. Op het einde van dit webinar zal er zowel voor Charlotte als voor onze eerste spreker, dokter Kirsten Maartens, voldoende ruimte zijn om vragen te stellen. Dus al jullie vragen mogen voor ons in de chat gezet worden en wij gaan deze zeker en vast voorleggen. Dan ga ik nu het woord geven aan onze eerste spreker van vanavond, professor Kirsten Maartens van de Universiteit Antwerpen. Goedemorgen, dank u. Avond, bedankt voor de introductie. Mijn naam is dus Kirsten Maartens en ik werk op het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties aan de Universiteit van Antwerpen. Dus de eerste vraag van vandaag is, waarom vaccineren we eigenlijk tijdens de zwangerschap? Wanneer we kijken naar de wereldwijde moeder- en kindsterfte in het jaar 2015, dan zien we dat er ongeveer 216 moeders per 100.000 bevallingen stierven, wat overeenkomt met ongeveer 830 maternale overlijdens per dag. 99% van deze overlijdens kwamen voor in low- en middle-income countries en de meeste waren gerelateerd aan complicaties door de zwangerschap en de bevalling. Maar we zien ook dat een belangrijk aandeel van deze sterftes veroorzaakt wordt door infectieziekten. Wanneer we dan kijken naar de wereldwijde kindersterfte in hetzelfde jaar, zien we dat er in dat jaar 5,9 miljoen kinderen onder de leeftijd van 5 jaar stierven, waarin 2,7 miljoen kinderen in de eerste 8 weken van het leven. En hier hebben infectieziekten opnieuw een belangrijke bijdrage in de mortaliteit. Dus om zowel deze maternale als de kindersterftes te vermijden, is vaccinatie tijdens de zwangerschap een ideale strategie, omdat deze vaccinatiestrategie zowel de moeder, het ongeboren als het pasgeboren kind beschermt. Het concept van vaccineren tijdens de zwangerschap is geen nieuw concept. Reeds in 1879 startte men met het vaccineren van zwangere vrouwen tegen de pokken. En in de jaren 30-40 van de vorige eeuw werd tetanusvaccinatie tijdens de zwangerschap geïntroduceerd. En over de jaren heen werden er steeds meer maternale vaccinatieprogramma's geïmplementeerd, waaronder griep, kinkhoest en recent ook COVID-19-vaccinatie tijdens de zwangerschap. Maar de strategie is niet altijd een algemeen aanvaarde strategie geweest. Vroeger leefde het idee onder de mensen dat vaccinatie tijdens de zwangerschap zoveel als mogelijk vermeden moest worden. Echter de laatste decennia kwam er een verandering in de mindset bij vaccinologen en gezondheidswerkers die vonden dat moeders en ongeboren kinderen en ook kinderen het recht hebben om optimaal beschermd te zijn. Dit heeft dan geleid tot onderzoek naar vaccinatie tijdens de zwangerschap, wat geresulteerd heeft in wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor vaccinatie tijdens de zwangerschap. Nu, het concept van vaccineren tijdens de zwangerschap is een strategie met een drievoudig doel. Wat bedoel ik daar nu juist mee? Ten eerste wil je door te vaccineren tijdens de zwangerschap de zwangere vrouw beschermen, zoals we doen voor griep en COVID-19, omdat zwangere vrouwen een verhoogd risico hebben op complicaties ten gevolge van deze infectieziekte.
Daarnaast willen we door te vaccineren tijdens de zwangerschap het ongeboren kind beschermen, zoals we doen voor griep en ook voor CMV moest daar een vaccin voor zijn, omdat deze infectieziektes schade aan het ongeboren kind kunnen berokkenen. Daarnaast willen we door te vaccineren tijdens de zwangerschap ook het pasgeboren kind beschermen, zoals we doen voor tetanus, griep, kinkhoest en COVID-19. Nu, hoe werkt deze vaccinatiestrategie eigenlijk? Dus door het vaccineren van een zwangere vrouw zal er een immuunrespons worden opgewekt, waardoor er antistoffen in, waardoor de titer van antistoffen in de zwangere vrouw verhoogt. Deze antistoffen worden tijdens de zwangerschap via de placenta naar het ongeboren kind getransporteerd, maar ook na de bevalling komen deze antistoffen in de moedermelk van de vrouw terecht, waarbij dat ze naar het pasgeboren kind worden getransporteerd via de borstvoeding. Dus wat doen we nu eigenlijk door te vaccineren tijdens de zwangerschap? Dus we wekken een immuunrespons op bij de zwangere vrouw, wat dus zorgt voor een stijging in de titer van de antistoffen in de zwangere vrouw. En deze antistoffen zullen in de eerste plaats de zwangere vrouw beschermen tegen infectieziekten tijdens de zwangerschap. Ook is de immuunrespons bij de zwangere vrouw vergelijkbaar bij de immuunrespons bij niet-zwangere vrouwen. Dus er wordt echt wel een effectief immuunantwoord gegenereerd door te vaccineren tijdens de zwangerschap. Die antistoffen die worden opgewekt in de zwangere vrouw, worden dan doorheen de placenta getransporteerd. Dat zijn de IgG-antistoffen, maar ook via de moedermelk na de bevalling, dat zijn de IgA-antistoffen. En die antistoffen zullen dan passieve bescherming bieden aan het ongeboren en aan het pasgeboren kind, tot ze beschermd zijn door hun eigen vaccinaties. In België starten we met het vaccineren van kinderen op de leeftijd van 8 weken. Dus door te vaccineren tijdens de zwangerschap willen we eigenlijk het kind beschermen tijdens de eerste kwetsbare levensweken. Momenteel zijn er in België 3 aanbevelingen voor vaccinatie tijdens de zwangerschap: kinkhoest, griep en COVID-19. En ik zal vandaag iets dieper ingaan op deze 3 aanbevelingen. Dus het eerste vaccin dat tijdens de zwangerschap is aanbevolen, is het vaccin voor kinkhoest. Wat is kinkhoest nu juist? Dus kinkhoest is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis en die waarschijnlijk voor het brede publiek beter gekend is als de 100 dagen hoest. Dus wat gebeurt er als iemand besmet is met kinkhoest? Zoals de ziekte het zegt, 100 dagen hoest, men moet veel hoesten. En het is juist door te hoesten dat er kleine druppeltjes vrijkomen die dan overgedragen kunnen worden op kwetsbare personen. De ziekte is zeer besmettelijk en bij volwassenen is de ziekte vaak asymptomatisch en ziet men een verminderd of atypisch ziektebeeld. Dit leidt dan tot onderdiagnose en onderrapportering. Dus volwassenen weten zelf vaak niet dat ze besmet zijn met kinkhoest, waardoor ze eigenlijk een reservoir voor transmissie vormen naar jonge, kwetsbare kinderen. Nu, vooral bij kinderen onder de leeftijd van 6 maanden kan kinkhoest gevaarlijk zijn. Dus de aanhoudende hoest die gepaard gaat met deze ziekte kan leiden tot zuurstoftekort. Kinderen die besmet zijn met kinkhoest leiden ook vaak aan ondervoeding, uitputting, overgeven, koorts en tal van andere symptomen. De ziekte kan ook tot complicaties leiden bij jonge kinderen met een longontsteking, hersenschade door het zuurstoftekort, hospitalisatie en in het meest extreme geval zelfs sterfte. Nu, als je kijkt naar hoe vaak kinkhoest eigenlijk voorkomt in België, dan zien we dat kinkhoest na COVID-19 de meest voorkomende vaccineerbare aandoening is in België. De laatste 2 jaar zien we iets minder circulatie van kinkhoest, maar dat zijn ook de naweeën van de COVID-19-pandemie, waar we zagen dat eigenlijk veel infectieziekten minder voorkwamen. Maar wanneer het voorkomt, dan zien we dat het eigenlijk het meeste voorkomt in kinderen onder de leeftijd van 1 jaar en meer specifiek nog in kinderen onder de leeftijd van 8 weken, die te jong zijn om al beschermd te zijn door hun eigen vaccinaties. En dat is dan exact de reden waarom dat we vaccineren tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap. Dus op deze kaart ziet u in het rood de landen die momenteel een aanbeveling voor kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap hebben, waaronder ook België, reeds sinds 2013. De Belgische aanbeveling is dat alle zwangere vrouwen zouden gevaccineerd moeten worden tegen kinkhoest, bij voorkeur tussen week 24 en 32 van de zwangerschap, en dit bij elke zwangerschap opnieuw. Het vaccin dat momenteel op de markt is of dat momenteel in het vaccinatieprogramma zit in Vlaanderen om zwangere vrouwen te vaccineren, is het Boostrix-vaccin.
Nu, wat met de veiligheid van deze vaccinatiestrategie? Dus een studie uit het Verenigd Koninkrijk bij meer dan 20.000 zwangere vrouwen heeft aangetoond dat kinkoesvaccinatie tijdens de zwangerschap geen verhoogd risico geeft op nevenwerkingen bij de moeder, het ongeboren kind en het pasgeboren kind na toediening van het vaccin tijdens de zwangerschap. En deze resultaten werden bevestigd door studies in andere landen bij een groot aantal zwangere vrouwen. Nu, waarom gaan we elke zwangerschap vaccineren? Dus als jullie op de grafieken zien, dan zijn de donkere lijnen eigenlijk de antistoftitels of de hoeveelheid antistoffen in vrouwen die gevaccineerd werden tijdens de zwangerschap, terwijl de stippe lijnen de hoeveelheid antistoffen is op verschillende tijdspunten bij ongevaccineerde vrouwen. Dus het eerste wat jullie zien is dat vrouwen die gevaccineerd worden tijdens de zwangerschap, dat zij zeer hoge antistoftitels genereren, terwijl vrouwen die niet gevaccineerd zijn tijdens de zwangerschap amper kinkoesantilichamen aanwezig hebben tijdens de zwangerschap en dus niet in staat zijn om hun ongeboren kind of hun pasgeboren kind te beschermen. Wat jullie ook zien op deze grafiek is dat die zwarte lijn onmiddellijk heel snel naar omhoog gaat, wat dus wil zeggen dat er onmiddellijk hoge titers antistoffen worden gegenereerd die we eigenlijk naar het pasgeboren kind kunnen doorgeven. Maar we zien ook een snelle daling van die antistoffen. En daarom is eigenlijk vaccinatie tijdens elke zwangerschap aanbevolen, omdat we een zo hoog mogelijke antistoftitel willen bereiken tijdens de zwangerschap, waarvan dat die antistoffen dan via de placenta naar het ongeboren kind worden getransporteerd, om op die manier een maximale bescherming te geven aan het pasgeboren kind. Kinkoesvaccinatie tijdens de zwangerschap heeft ook een impact op de samenstelling van de moedermelk, waar we eigenlijk zeer hoge titers antistoffen zien in de moedermelk van gevaccineerde moeders, vergeleken met de moedermelk van niet-gevaccineerde moeders. Dus door te vaccineren tijdens de zwangerschap kunnen we eigenlijk na de geboorte nog extra bescherming meegeven via de borstvoeding. Wanneer we nu kijken naar de effectiviteit, dus hoe goed het vaccin beschermt tegen kinkhoest, dan zien we in een aantal studies uit het Verenigd Koninkrijk dat eigenlijk het vaccin meer dan 90% van de kinkhoestgevallen tegengaat in kinderen onder de leeftijd van 3 maanden en dat het ook meer dan 95% van de gevallen van sterfte ten gevolge van kinkhoest vermijdt. En studies uit de Verenigde Staten, Spanje en Australië bevestigen deze gegevens. Dus het is een vaccin, of deze vaccinatiestrategie is zeer effectief om de kinderen te beschermen tijdens de eerste levensweken. Dit is een promocampagne van de Vlaamse overheid om eigenlijk zwangere vrouwen te motiveren om zich te laten vaccineren tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap. Die stelt dat het kind van 1 maand oud al 4 maanden beschermd is tegen kinkhoest doordat de moeder zich heeft laten vaccineren tijdens de zwangerschap. Dan nog kort eventjes over de cocoonvaccinatie. Dus cocoonvaccinatie is eigenlijk de vaccinatie van de nauwe contacten van de zuigeling. Traditioneel is het dan de partner, de grootouders of de mensen die vaak voor het kindje gaan zorgen. Nu, in theorie, volgens de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad, is die cocoonvaccinatie niet nodig als de kinkhoestvaccinatiegraad tijdens de zwangerschap hoog genoeg is, omdat dan het kind beschermd is tegen kinkhoest via die maternale antistoffen tijdens de eerste levensweken. Maar wanneer een moeder niet gevaccineerd is tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap, dan moet ten eerste de mama ingeënt worden met het kinkhoestbevattend vaccin tijdens het onmiddellijke postpartum, dus vlak na de bevalling, om op die manier ervoor te zorgen dat zij zelf het kindje niet zal besmetten. En in dit geval wordt de vaccinatie van de nauwe contacten van het gezin wel aanbevolen. Dan een tweede infectieziekte waarvoor we vaccineren tijdens de zwangerschap in België is griep. Op deze grafiek zien jullie eigenlijk het voorkomen van griepgevallen of de epidemiologie van griep tijdens de laatste jaren. En zoals je kan zien, de laatste 2 griepseizoenen hadden we eigenlijk amper circulatie van griep door de COVID-19-pandemie en de lockdowns die daarmee gepaard gingen, waardoor eigenlijk de ziekte niet werd overgedragen. Maar zoals jullie kunnen zien op de rode lijn, zien we momenteel een stijging van het aantal griepgevallen en zaten we eigenlijk vorige week al boven de epidemische grens voor griep. En we verwachten dat het aantal griepgevallen tijdens de feestdagen in het begin van volgend jaar eigenlijk nog verder zal doorstijgen. Nu, waarom gaan we dan zwangere vrouwen speciaal vaccineren tegen griep? Dus griep is eigenlijk een infectieziekte die milde tot ernstige ziekte kan veroorzaken.
En tijdens een normaal griepseizoen wordt er geschat dat ongeveer 5 tot 15% van de populatie een griepinfectie zal doormaken. Nu, wereldwijd zal dat leiden tot ongeveer 3 tot 5 miljoen gevallen van ernstige griep en 650.000 griepgeassocieerde overlijdens. Nu, we weten dat zwangere vrouwen een verhoogd risico hebben op complicaties ten gevolge van griep. En ook kinderen onder de leeftijd van 6 maanden hebben een verhoogd risico op ernstige griep en ook complicaties ten gevolge van griep. En juist daarom, omdat die zwangere vrouwen en die kinderen onder de leeftijd van 6 maanden het meest kwetsbaar zijn, is vaccinatie tijdens de zwangerschap een ideale strategie om beide doelgroepen te beschermen. Dus de Belgische aanbeveling momenteel is dat alle zwangere vrouwen tijdens het griepseizoen gevaccineerd moeten worden tegen de seizoensgriep, ongeacht het stadium van de zwangerschap op het moment van vaccinatie. Dus of u nu in het eerste, tweede of derde trimester van de zwangerschap bent, u kan zich op elk moment van de zwangerschap laten vaccineren. Momenteel zijn de griepvaccinatiecampagnes lopende. Dus vrouwen die zwanger zijn en die op dit moment nog niet gevaccineerd zijn, dat is momenteel het ideale moment om u te laten vaccineren. Ook griepvaccinatie tijdens de zwangerschap is een veilige strategie. Dus alle geïnactiveerde griepvaccins zijn veilig om toe te dienen tijdens de zwangerschap. En in een samenvatting van 40 studies in meer dan 100.000 zwangere vrouwen zagen ze ook geen verhoogd risico voor premature geboorte, bijvoorbeeld laag geboortegewicht, afwijking in het kind en doodgeboorte na griepvaccinatie tijdens de zwangerschap. We zagen zelfs dat griepvaccinatie tijdens de zwangerschap een beschermend effect had voor het ongeboren kind met minder premature geboortes en minder kinderen die geboren werden met een laag geboortegewicht indien de mama gevaccineerd was tijdens de zwangerschap. Ook griepvaccinatie tijdens de zwangerschap heeft een impact op de samenstelling van moedermelk, waar de rode lijn eigenlijk de antistoftitels of de hoeveelheid antistoffen zijn in de moedermelk van gevaccineerde moeders en in de stippe lijn in de moedermelk van ongevaccineerde moeders. En daar zien we veel hogere titers in moedermelk van gevaccineerde moeders vergeleken met niet-gevaccineerde moeders en die tot 1 jaar na de bevalling. Wanneer we nu kijken naar de effectiviteit of op welke manier een griepvaccin tijdens de zwangerschap beschermt, dan zien we voor zwangere vrouwen een reductie in het aantal respiratoire infecties. Alle respiratoire infecties, dus niet alleen griepinfecties na vaccinatie tijdens de zwangerschap, een daling in het aantal laboratoriumbevestigde griepgevallen en hospitalisaties ten gevolge van griep. Bij ongeboren kinderen, zoals ik al zei, is er een bescherming tegen prematuriteit en laag geboortegewicht. En bij pasgeboren kinderen zien we ook een reductie in het aantal laboratoriumbevestigde griepgevallen en hospitalisaties ten gevolge van griep. En zien we dat de bescherming tegen griep aanwezig blijft in kinderen tot 3 tot 6 maanden na de geboorte. Momenteel zijn griepvaccins op de markt vanaf de leeftijd van 6 maanden, maar er is in België geen systematische aanbeveling om kinderen te vaccineren tegen de griep. Enkel specifieke risicogroepen van kinderen die meer risico hebben op complicaties, daarvoor wordt aanbevolen om zich te laten vaccineren tegen de griep. Wanneer we nu kijken naar de vaccinatiegraad van vaccinaties tijdens de zwangerschap in Vlaanderen, dan hebben wij 2 studies uitgevoerd aan de universiteit. Dus we hebben die vaccinatiegraad gemeten in 2016 en in 2020. En daar zagen we eigenlijk voor alle aanbevelingen eigenlijk een stijging van de vaccinatiegraad van 69,1 naar 85% van de zwangere vrouwen in Vlaanderen gevaccineerd tegen kinkoest tijdens de zwangerschap. Voor griep steeg dit van 47,2 naar 62,3%. Voor kinkoestvaccinatie van de partner, waaronder we verstaan eigenlijk vaccinatie van de partner tijdens de laatste 10 jaar, zien we een vaccinatiegraad van 71,2% momenteel. Belangrijk ook om te vermelden is dat 80% van de zwangere vrouwen gevaccineerd is tegen kinkoest binnen het correcte tijdsvenster dat aanbevolen wordt door de Hoge Gezondheidsraad. En de belangrijkste vaccinator in Vlaanderen is de huisarts. Dus vrouwen gaan meestal voor de opvolging van hun zwangerschap naar de gynaecoloog. Zij zullen dan het vaccin aanbevelen en het vaccin wordt uiteindelijk gezet door de huisarts. Dit is ook een voorbeeld van een promotiecampagne van de Vlaamse overheid om zwangere vrouwen te laten vaccineren tegen de griep, die eigenlijk duidt op het feit dat als je je laat vaccineren tegen de griep, dat je zowel jezelf, je ongeboren als je pasgeboren kind beschermt.
Dan een laatste infectieziekte waar ik het vandaag over wil hebben, is COVID-19. Dus zwangere vrouwen die hebben een verhoogd risico op ernstige ziekten ten gevolge van COVID-19, waar we een hoger risico zien voor opname op intensieve zorgen, intubatie en zelfs sterfte. Zwangere vrouwen die een COVID-infectie doormaken tijdens de zwangerschap hebben ook een hoger risico om prematuur te bevallen. Ze hebben ook bijgevolg ook een hoger risico voor het kind om op neonatologie opgenomen te worden en om te bevallen van een kind met een laag geboortegewicht. Het risico op ernstige ziekten ten gevolge van COVID-19 is het hoogste op het einde van het tweede en in het derde trimester van de zwangerschap. Wat we ook zien, is dat vrouwen die een COVID-19-infectie doormaken tijdens de zwangerschap, dat er eigenlijk transmissie kan plaatsvinden van het virus van moeder naar kind tijdens de zwangerschap. Dat zien we in 2 tot 5% van de baby's die geboren worden van een COVID-19-geïnfecteerde moeder. Die zijn zelf besmet met COVID bij de geboorte. En die infectie kan resulteren in een asymptomatische ziekte, maar kan ook milde tot ernstige ziekte en zelfs sterfte geven. En de meest voorkomende symptomen in jonge kinderen zijn ademhalingsproblemen, koorts en ondervoeding. Op deze slide zien jullie eigenlijk dat de aanbeveling voor COVID-19-vaccinatie tijdens de zwangerschap zeer goed wordt opgevolgd wereldwijd. Dus er zijn 120 landen wereldwijd die momenteel een aanbeveling hebben. En in de meeste landen is het toegelaten om te vaccineren tijdens de zwangerschap. Dus de Belgische aanbeveling is dat alle zwangere vrouwen veilig gevaccineerd kunnen worden met de huidig beschikbare COVID-19 messenger RNA-vaccins. En dat deze vaccins kunnen toegediend worden in alle trimesters van de zwangerschap. Anders dan bij griep en kinkhoest moet u dus niet naar de arts of naar de gynaecoloog lopen op het moment dat u zwanger bent voor een COVID-19-vaccin. Maar als er een vaccinatiecampagne wordt georganiseerd door de overheid, een boostercampagne, en u bent zwanger, dan is er geen reden om u niet te laten vaccineren tijdens de zwangerschap. Dan zijn we eigenlijk nog op zoek naar deelnemers voor een studie die wij momenteel uitvoeren bij ons aan het centrum, de MedImmune-studie, waar we eigenlijk kijken naar kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. Dus zoals ik al heb gezegd, is kinkhoest een infectieziekte die ernstige gevolgen kan hebben bij kleine kinderen. En door te vaccineren tijdens de zwangerschap willen we het pasgeboren kind beschermen dankzij de antistoffen via de placenta en de borstvoeding. Dus onze studie gaat eigenlijk onderzoeken wat nu het beste tijdspunt is om te vaccineren tijdens de zwangerschap, om op die manier eigenlijk het kind zo goed mogelijk te beschermen. Dus in die studie nemen wij eigenlijk bloedstalen van de mama op verschillende tijdspunten tijdens de zwangerschap. En er worden ook moedermelkstalen genomen na de bevalling van die mama's. En alle vrouwen in de studie worden eigenlijk met hetzelfde vaccin gevaccineerd dat ze normaal zouden krijgen van de huisarts als ze zwanger zijn. Dus het is eigenlijk het vaccin dat momenteel op de markt is in België. Moest u interesse hebben om deel te nemen aan de studie, dan vindt u hieronder de link waar u meer informatie kan vinden en zich vrijblijvend kan inschrijven. En dan ben ik aan het einde van mijn presentatie. Zijn er nog vragen? Ik heb al enkele vragen in de presentatorchat gezet. Ja. Dus een eerste is bij kinkhoestvaccinatie wordt bij ons in het ziekenhuis enkel herhaald bij volgende zwangerschappen als dit 8 jaar geleden is, dus best bij elke zwangerschap geven. Ja, de aanbeveling is inderdaad om bij elke zwangerschap te geven, ongeacht het interval, omdat, zoals ik al toonde, zelfs na 1 jaar zijn eigenlijk die antistoffen al enorm gedaald. Dus u zelf zal nog beschermd zijn tegen kinkhoest, want die bescherming houdt ongeveer 10 jaar aan. Maar dat is dan op een andere manier dan via de antistoffen. Maar uw antistoftiter zal al gedaald zijn, waardoor u de bescherming niet meer zal doorgeven of in mindere mate zal doorgeven aan het pasgeboren kind. En daarom bevelen we dus vaccinatie tijdens elke zwangerschap aan. Dan een tweede vraag. Wat als je bent besmet met kinkhoest aan het begin van de zwangerschap? Ja, dat is een goede vraag nu. Als je besmet bent met kinkhoest, dan raden we toch nog steeds vaccinatie tijdens de zwangerschap aan. Omdat als je besmet bent bij het begin van de zwangerschap, dan kan het zijn dat op het einde van de zwangerschap, op het moment dat die antistoffen via de placenta gaan, dat er niet meer genoeg antistoffen aanwezig zijn om het pasgeboren kind te beschermen. Dus wel vaccineren in dat geval. Dan een derde vraag. Hoe omgaan met de aanbevolen vaccins in het begeleid zwangerschapstraject?
bijvoorbeeld al een griepvaccin nemen tijdens pogingen via inseminatie. Inderdaad, als u inderdaad pogingen via inseminatie doet, dan zou ik inderdaad al een griepvaccin nemen tijdens de periode dat eigenlijk de griepvaccinatiecampagne loopt. Want het kan zijn dat u dan later zwanger bent, dat er op dat moment geen vaccinatiecampagne meer is. Of dat de vaccins niet meer worden toegediend. En dan bent u eigenlijk op die manier ook wel al beschermd tegen de griep. En dan heb ik nog een vraag die binnengekomen is net in de openbare chat. Na een vaccinatie van griep of COVID ben ik altijd heel ziek. Is het dan toch beter om niet te vaccineren tegen COVID? Ja, maar na een COVID-infectie ben je waarschijnlijk nog veel zieker in veel gevallen. Dus het is toch wel beter om te vaccineren dan tegen COVID tijdens de zwangerschap. En dan eventueel in combinatie met een paracetamol, wat eigenlijk perfect veilig is tijdens de zwangerschap, om eigenlijk die symptomen te onderdrukken. Kirsten, u kan anders even meevallen in de openbare chat, want ik ja, zie ik daar zie nu wel... Ja, het vaccin het vaccinatie tegen... Ja. kinkhoest is inderdaad een combinatievaccin met tetanus. Het is een tetanus difterie kinkhoestvaccin dat momenteel aanbevolen is. Er zijn geen vaccins op de markt die enkel kinkhoest bevatten. Dus het is altijd een combinatievaccin. En dan is er ook nog een vraag. Er zijn studies gedaan naar de mogelijke gevolgen van griepvaccinatie. Dat werd getoond. Ja, er zijn ook studies gedaan naar de gevolgen van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. Dat heb ik in het begin van de presentatie getoond, waar dat ze eigenlijk zien dat die vaccinatie veilig is om toe te dienen tijdens de zwangerschap en dat we geen verhoogd risico zien voor een hoop nevenwerkingen bij moeders, kinderen en het ongeboren kind. Dus het is ook veilig om toe te dienen. En er zijn geen risico's gekend van de vaccinatiestrategie. Dat mensen zich vaccineren tegen griep tijdens het eerste trimester brengt geen extra risico's mee. Inderdaad, eerst was de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie om te vaccineren in het tweede en derde trimester. Maar met eigenlijk al jaren te vaccineren tegen griep werden er ook steeds meer gegevens verzameld over vaccinatie in het eerste trimester van de zwangerschap. En hebben we gezien dat dat ook veilig is. En daarom vaccineren we nu zowel in het eerste, tweede als derde trimester van de zwangerschap. Alle trimesters zijn perfect veilig om te vaccineren. Oké, dat was een duidelijke uitleg. Zijn er nog vragen? Het is het moment nu om nog de vragen allemaal te stellen in de chat. Dus stel ze gerust nog. Het was alleszins al een heel boeiende uitleg. Dank u wel, dokter Maartens, om die uitleg al mee te geven aan ons. We zijn heel blij dat u hier vanavond bij ons aanwezig was. Ik zie dat er geen vragen niet meer binnenkomen. Dus dan rest mij u alleszins al nog een prettige avond te wensen. En nogmaals bedankt om hier aanwezig te zijn met uw boeiende uitleg. Oh, er komt nog een vraag binnen. Het maakt niet uit of je het vaccin tegen kinkhoest via de huisarts of de gynaecoloog krijgt. Maar vaak wordt het gewoon via de huisarts gezet, omdat de gynaecologen het niet altijd op voorraad hebben. Dus het is de gynaecoloog die het voorschrijft of die het aanbeveelt. En die dan vaak zegt om via de huisarts te gaan. Maar gynaecoloog, vroedvrouw, huisarts, maakt niet uit wie het vaccin eigenlijk zet. Maar in de praktijk zien we dat de huisartsen het vaakst zetten. Oké, goed. Dan denk ik dat alle vragen zijn binnengekomen. Wie nog vragen heeft, ik ga even het beeld even nog naar mij zetten. Wie nog vragen heeft, geen probleem. Die zullen zeker en vast nog behandeld worden. Als er nog vragen zijn, zullen wij die zeker en vast nog doorspelen naar dokter Maartens. Dus zeker en vast, stel ze gerust nog. Dan ga ik nu nog even, ik ga u nog even in beeld laten om nog een goede avond te wensen. Oké, bedankt. En nog een prettige avond verder. Dank u wel. Dan gaan we nu over tot het tweede luikje. Dus het tweede luikje van vanavond is onze ledenadviseur Charlotte, die het woord zal voeren. Er wordt dus een beetje meer informatie en advies gegeven. Er wordt dus een beetje meer informatie gegeven deze avond rond onze voordelen. En Charlotte zal nu het woord nemen. Dankjewel, Sophie. Goedenavond, iedereen.
Ondertussen is mijn naam gekend, Charlotte. Ik ben een ledenadviseur bij LM Plus, maar ook een hele, hele trotse mama van de ukkepuk op de foto. Dat is Miel, een jongetje van 8 maanden. Dus ik ben nog heel vers in het verhaal van jong ouderschap, van wat er allemaal op je afkomt als je pas zwanger bent. En, dus ik ga vanavond daar wat meer informatie over geven. Mijn job binnen LM Plus bestaat eigenlijk om informatie en advies te geven aan leden, maar ook aan potentiële leden. Waar kan je mij zoal vinden? Ik kom fysiek bij mensen thuis langs. Ik doe telefonische gesprekken, ik doe teamsvergaderingen, ik doe beurzen. Eigenlijk op alle plaatsen waar mensen nood hebben aan advies, informatie van het ziekenfonds, daar kan je mij vinden. Ik ben ook een beetje een luisterend oor. Ik verwijs door naar mijn collega's of naar andere instanties als dat nodig is. En ik probeer te ondersteunen voor ieder levensmoment. Bij LM Plus willen we er voor elk moment in het leven van onze leden zijn. En vandaar dat ik vanavond ook aanwezig ben om het levensmoment kinderen of babyopkomst van meer uitleg over te geven over de zwangerschapsvoordelen. Dan gaan we verder met zwanger wat nu? Eerste moment dat je zwanger bent, dan denk je, oeh, wat overkomt mij, een gelukzalig gevoel. Soms na een kort traject, soms na een lang traject, bij iedereen een beetje afhankelijk. Maar van zodra dat je zwanger bent, moet je eigenlijk al op zoek gaan naar een kinderopvang. Een heel stresserend iets, ik begrijp dat, ik had dat ook aan de hand. Dus het moment dat je eigenlijk weet, ik ben zwanger, of zelfs als je al aan het proberen bent, zou je al op zoek moeten gaan naar kinderopvang. Je hebt daar verschillende soorten in. Je kan gaan voor een onthaalouder, een onthaalmoeder of een kinderdagverblijf, crèche. Dat kan gaan met een vast tarief of een inkomensgerelateerd tarief. Het vast tarief zegt het eigenlijk al. Dat is een tarief dat wordt vastgesteld door de instantie zelf. Die zegt van, ja kijk, het kost zoveel per dag. Dat is voor iedereen hetzelfde te betalen. Iedere maand zoveel is het bedrag. Bij het inkomensgerelateerd tarief gaan het eigenlijk op basis van het inkomen van het gezin zijn dat er een tarief aangemaakt wordt. Dus kind en gezin gaat dan eigenlijk samen met jou een inkomenstarief berekenen. En op basis daarvan wordt er een prijs vastgesteld voor de opvang van jouw kind. Dus één tip van zodra dat je aan het denken bent om kinderen te gaan krijgen, ga al op zoek naar een kinderopvang. Laat je op een lijst plaatsen, op een wachtlijst, dat je zeker niet zonder kinderopvang zou vallen. Wat ook belangrijk is als je eens zwanger bent, is dat je zo snel mogelijk jouw werkgever op de hoogte brengt. Waarom is dat belangrijk? Ook in het kader van eventueel ontslag is het belangrijk dat je dat laat weten dat je zwanger bent. En dan kan er ook geen ontslag volgen, op basis van die zwangerschap uiteraard. En ook als je binnen een risicovol beroep zit. Dus sommige beroepen houden eigenlijk in dat het een risico kan vormen voor moeder en ongeboren kind, met gevolg dat er een werkverwijdering kan opgestart worden. Die werkverwijdering, dat is meestal voor bepaalde sectoren zoals kleuterjuffen of verpleegkundigen. Die werkverwijdering kan onmiddellijk van start gaan, maar ook pas na een aantal maanden. Dat hangt van de sector af. Nu, de werkgevers en de personeelsdienst staan altijd open om daarover te spreken. Dus ga zeker een keer langs als je daar vragen over hebt bij uw sector, bij uw personeelsverantwoordelijke, om eens te horen hoe dat net in elkaar zit. Die periode van werkverwijdering verdient het ziekenfonds een uitkering. Dat is enkel natuurlijk als het een volledige werkverwijdering is, niet als er een aangepaste job kan voorzien worden binnen dezelfde werkgever uiteraard. Wat is nog belangrijk als je pas zwanger bent, is het nazicht van de polis van je hospitalisatieverzekering. Dus ongeacht waar dat je een verzekering hebt voor hospitalisatie, dus voor opname, bevalling in het ziekenhuis of thuisbevalling, is eigenlijk om te gaan kijken van, goed, wat zit er in mijn polis? Waar heb ik recht op als ik beval? Wat kan ik aangeven? Kan ik een éénpersoonskamer nemen? Kan ik een meerpersoonskamer nemen? Belangrijk om dat op voorhand al even na te kijken. Dat is al een stress minder op het moment dat je wordt opgenomen. Alleen dat je moet bevallen van, goed, welke kamer kan ik nemen? Wat met kraamzorg? Wordt dat terugbetaald? Wordt thuisbevalling terugbetaald? Hoeveel wordt er terugbetaald? Het zijn allemaal zaken die je kan nakijken. Heb je een verzekering bij de mutualiteit, een hospitalisatieverzekering, kan je aan ons de polisvoorwaarden opvragen. Dat is geen enkel probleem. Heb je een verzekering via het werk, ga je ofwel bij de personeelsverantwoordelijke even langs om die polis op te vragen, ofwel ga je zelf met de instantie contact zoeken. Ben je privéverzekerd, kan je onmiddellijk contact zoeken met de verzekeringsinstantie waar de verzekering, hospitalisatieverzekering lopende is. Een tipje ook nog, vergeet zeker jouw kleintje niet na de bevalling ook in te schrijven bij de verzekering hospitalisatie. Belangrijk dat dat kind ook verzekerd is
Want zodra er iets gebeurt, nadat je bevallen bent, wordt opgenomen in het ziekenhuis, dat kindje ook een verzekering heeft lopen. Dus vergeet dat zeker niet ook in orde te brengen. Wat je ook kan aanvragen nadat je pas zwanger bent, is de kinderbijslag, in de volksmond genoemd. Ondertussen het groeipakket geworden, dus eigenlijk hetzelfde, maar onder een andere noemer. En ook een andere manier qua uitbetaling en dergelijke. Dus kinderen geboren vanaf 1 januari 2019, die vallen onder de noemer van het groeipakket. Zijn er kinderen geboren voor 1 januari 2019, die behouden hun basisbedrag en de leeftijdsbijslag onder de kinderbijslag eigenlijk. Er zijn 5 verschillende uitbetalers. Vroeger hing dat vast aan de werkgever van de papa van het kind. Ondertussen ben je vrij te kiezen bij wie je wilt aansluiten. Dat kan gaan van Kids Life Vlaanderen tot My Family, Parentia, Infino en Fonds. Nu gaan jullie waarschijnlijk vragen, ja, maar die 5 instanties zijn daar verschillen in. Helemaal geen verschil. Ze mogen zelfs geen reclame maken of geen extraatjes geven aan de mensen. Nee, zij moeten eigenlijk onafhankelijk langs elkaar hun werk doen. Het enige waar ze wel wat promotie rond maken, is rond hun service. Dus bij vragen of dergelijke gaan ze proberen naar voren te schuiven dat de ene wat sneller reageert dan de andere. Maar je bent eigenlijk volledig vrij te kiezen bij wie dat je aansluit. Je kan het best een attest bezorgen van de gynaecoloog met je vermoedelijke bevallingsdatum op. Dat kan je aan hun bezorgen of je vraagt aan hun een attestje dat je kan laten invullen bij de gynaecoloog. 2 maanden voordat je bevalt kan je het startbedrag van hun krijgen. Dat is momenteel €1.190,68. Dat bedrag is eigenlijk een steuntje in de rug voor jonge ouders om wat zaken voor hun kinderen aan te schaffen of op het spaarboekje te plaatsen, wat je zelf ermee wilt doen natuurlijk. Wie verwittig je als werknemer bij zwangerschap? Uw werkgever, dat heb ik al verteld. Uw ziekenfonds. Als zelfstandige ook je ziekenfonds, maar ook je sociale kas of je sociaal verzekeringsfonds. En als werkzoekende de vakbond, hulpkas en het ziekenfonds. Dus bij al die... bij de opsomming, bij alle 3 is altijd het ziekenfonds verwittigen. Dus dat blijft de ene constante dat altijd verwittigd moet worden. Dat zijn wij als LM Plus ziekenfonds moeten op de hoogte zijn van de zwangerschap. Dus gewoon een attestje bezorgen met de vermoedelijke bevallingsdatum. Dan kunnen we dat in jouw dossier registreren. Wat kunnen wij als ziekenfonds, als LM Plus ziekenfonds, voor jou betekenen? Wij kunnen jouw kindje inschrijven bij ons. We kunnen jou een premie toekennen. We kunnen jou een uitkering voor moederschapsrust toekennen. We hebben heel veel voordelen en diensten. Daar kom ik later nog op terug, zo dadelijk. Dus een hele waaier aan voordelen die je bij ons van kan genieten bij de komst van een kindje. Maar allereerst de geboorte. Dus de zwangerschap is goed doorlopen, het kindje wordt geboren, heel fijne gebeurtenis. Maar dan komt ook de papieren rompslomp. Wat moet gebeuren? Dus de geboorte moet gemeld worden aan het ziekenfonds. Dat doe je aan de hand van de geboorteakte. Dus als je in het ziekenhuis zou bevallen, dan krijg je een mapje mee van het ziekenhuis. En daarmee moet een van de ouders of beide ouders naar de stad of de gemeente gaan waar het kind geboren is. Ga je bevallen bijvoorbeeld in UZ Gent, dan moet je in Gent ook het kind gaan aangeven op de gemeente of de stad, ongeacht of je nu in Gent woonachtig bent of niet. Ga je in Hasselt bevallen, in het Jessa ziekenhuis, dan moet je dat ook in de stad Hasselt zelf gaan aangeven. Ook al woon je bijvoorbeeld in een van de steden rondom Hasselt. Geen enkel probleem. Het moet echt op het grondgebied waar het kindje geboren is. Zodra je het kindje bent gaan aangeven op de stad of de gemeente, ga je de aangifte moeten doen aan ons via een LM Plus kantoor in de buurt of via zwanger@lmplus.be. Zodra we dat ontvangen, dus fysiek of via digitale weg, gaan we de pasgeborene inschrijven op een lidboekje van mama of papa. Je mag volledig vrij kiezen bij wie dat je het kindje wilt inschrijven, mama of papa, geen enkel probleem. Het enige is wel, als je te lang wacht om het kindje in te schrijven, vanaf 2 maanden dat je over tijd bent, dus vanaf 2 maanden dat het kindje oud is, gaat het verplicht bij de oudste ouder ingeschreven moeten worden. Dat is een uitzondering er wel op. Maar als jij vrij snel met je inschrijving bent, dus binnen de 2 maanden van de geboorte van het kind, kan je kiezen bij mama of papa het boekje. Heeft ook geen voor- of nadelen, geen enkel probleem. Vergeet dan ook niet het kindje natuurlijk ook hospitalisatieverzekering, die inschrijving ook aan te vragen. Als ik nog een tip mag geven, ook het syndicaat of de vakbond even contacteren om te melden dat er een geboorte heeft plaatsgevonden, want ook daar kan je een premie krijgen. Daarnaast zijn er ook een aantal werkgevers die ook een geboortepremie voor hun werknemers voorzien.
Bijvoorbeeld de politie voorziet dat, sommige overheidsinstanties voorzien dat ook. Dus zeker een keer horen waar dat je wat kan ontvangen nog. Na de bevalling en voor de bevalling heb je recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Er zijn drie soorten moederschapsrust: voor werknemers, voor zelfstandigen en voor werklozen. Voor werknemers en werkzoekenden is het verplicht 15 weken maximum. Is max 15 weken, verplicht 1 week voor en 9 weken na de bevalling. Dus verplicht is het 1 week voor en 9 weken na, in totaal max 15 weken. Zit je met meerdere kindjes, is het 19 weken. Het kan vanaf 6 weken voor de bevallingsdatum. Is dat dus mogelijk om dat al aan te vragen? Sowieso het attest van de vermoedelijke bevallingsdatum altijd aan ons bezorgen aan het ziekenfonds. Als loontrekkende heb je recht op de eerste 30 dagen. 82% van het bruto loon is onbegrensd. Na die 30 dagen is het 75% van het bruto loon, maar wel begrensd. Bij een werkloze, dus een werkzoekende, is het een beetje anders. Daar is het dagbedrag van de werkloosheid met 19,5% verloren loon. Nadien is het dagbedrag van de werkloosheid plus 15% verloren loon. Dus de eerste 30 dagen is het dagbedrag met 19,5%. Nadien is het 15% verloren loon. Ik ga er maar kort over. Dat is niet mijn werkingsgebied. Dus als er heel specifieke vragen over zijn, dan gaan we die eigenlijk bundelen en meenemen om aan een expert binnen ons ziekenfonds voor te leggen om een concreet antwoord daarop te formuleren. Dus ik ga daar hier kort over. Voor zelfstandigen is het max 12 weken moederschapsrust, 13 weken bij een meerling, waarbij ook verplicht 1 week voor en 2 weken na de bevalling is. Het kan vanaf 3 weken voor de bevallingsdatum al aangevraagd worden. Bij een zelfstandige gaan we werken met forfaitaire bedragen. Dat is voor iemand die voltijds werkt, de eerste 4 weken 830,67 euro. Werk je voltijds, vanaf de 5e week is het 759,76 euro per week. Werk je deeltijds, dan de eerste 4 weken is het 415,33 euro. Werk je deeltijds, vanaf de 5e week is het 379,88 euro voor zelfstandigen. Die bedragen veranderen ook, die worden ook geïndexeerd na x aantal tijd, dus dat kan ook nog. Charlotte, ik zie dat er een vraag is binnengekomen in verband met het begrensde maximum bruto loon. Weet het niet van buiten, zie ik. Hoeveel is het begrensde maximum bruto loon? Ik heb net gezegd, dat is niet mijn winkel volledig om alles daarvan in kaart te brengen. Dus die vraag ga ik door Sophie laten meenemen en ga ik achteraf laten terugkoppelen aan degene die dat heeft gevraagd. Valerie. Hoe kan je die moederschapsrust aanvragen? Dus je doet aangifte bij je ziekenfonds aan de hand van een vertrouwelijk. Dus hetzelfde waar je een ziekte mee aangeeft aan het ziekenfonds, laat je dan invullen in het kader van je zwangerschap, van je moederschapsrust. En daarbij wordt dan eigenlijk alles in gang gedraaid. Dus de molen begint dan te lopen. Dan ga je thuis een inlichtingenblad ontvangen wat je zelf moet invullen. Zeg je dat inlichtingenblad, begrijp dan niet, ik vind dat veel te moeilijk, geen enkel probleem. Kom even via een kantoor binnen bij ons. Dan wordt dat samen met jou ingevuld. Zodat dat zeker in zijn totaliteit kan overgemaakt worden aan onze uitkeringsdienst. Jouw werkgever gaat dan ook inlichtingen, documenten krijgen om in te vullen. Dat kan elektronisch, dat kan op papier zijn. Meestal is dat elektronisch ondertussen. Ook die moeten binnenkomen. Dus het totaalpakket van jouw inlichtingenpapieren en dat van de werkgever moet binnenkomen om dan een berekening te kunnen doen van de moederschapsrust, de kostprijs, of het bedrag dat je gaat krijgen per maand van het ziekenfonds. Die uitkering is uiteraard via ons. Ik zie nog een vraag binnencijpelen. Zijn er extra voordelen als beide ouders aangesloten zijn bij LM+? Ja, die zijn er. Maar daar kom ik dadelijk op terug, Florien. Dat ga ik zelfs aanhalen binnen de voordelen. Maar zeker al een hele goede vraag die je stelt. Geboorteverlof, meestal voor de papa's of de meeouders. Dit jaar was dat 15 dagen geboorteverlof. Dat wordt in 2023 al 20 dagen, dus we gaan erop vooruit. Hè? Super, hè? 3 dagen klein verlet, dat wordt door de werkgever betaald en 17 dagen door het ziekenfonds. Dat moet verplicht opgenomen worden binnen de 4 maanden na je geboorte. Je kunt dat opsplitsen wel, die dagen, maar dat moet wel binnen de 4 maanden opgebruikt zijn, anders ben je ze kwijt.
Dan hebben we nog de werkverwijdering en borstvoedingsverlof. Ik heb net verteld ook een paar slides terug dat er soms sectoren zijn waarin iemand werkt, waar het schadelijk kan zijn voor het kind en voor de moeder die het kind draagt uiteraard. En dat er eigenlijk dan een werkverwijdering wordt uitgevoerd. Dus dat is dit gegeven. Hoe kan je dat laten aanvragen bij ons of kan in orde worden gebracht? Er moet een gezondheidsevaluatie door de arbeidsarts gebeuren. De arbeidsarts is de arts van jouw werk. Dus de arbeidsarts gaat eigenlijk met jou gaan kijken, goed, waar zit het probleem? Hier kunnen we alternatief werk voor jou krijgen, hier binnen deze sector. Is dat niet, dan gaan we naar werkverwijdering moeten kijken. Daar moet ook een verklaring van de werkgever bij zitten. Dat is een attest van de werkgever ook aan jou bezorgd. En ook een attest van de gynaecoloog met de vermoedelijke bevallingsdatum. Dus dat pakketje, die drie zaken, samen bezorg je aan het ziekenfonds. En dan gaan wij voor jou aan de slag om een werkverwijderingsuitkering aan te vragen. De werkverwijdering is 78,23% van het begrensd bruto-loon. Ook hier het weer een begrensd bruto-loon. Dat is voor volledige werkverwijdering. Voor borstvoedingsverlof. Dus dat is eigenlijk hetzelfde gegeven als werkverwijdering, maar dan na de bevalling, nadat je het kindje hebt gekregen. Bij borstvoedingsverlof is dat 60% van het begrensd bruto loon. Je hebt natuurlijk ook nog wel die gedeeltelijke werkverwijdering als er alternatieve taken met loonverlies, dat kan ook nog wel gebeuren. Dus daar zijn een aantal mogelijkheden wel in. Zijn daar specifieke vragen over door jullie? Allee, je mocht ze gerust stellen. Ik ga ze meenemen. Ik ga ze door een experte van dienstuitkering laten behandelen. Dat ik zeker geen foutieve informatie geef daarover. De werkverwijdering kan tot 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Dus dan gaat je over naar moederschapsrust uiteraard. En borstvoedingsverlof kan tot max 5 maanden na je bevalling. Dan hebben we nog ouderschapsverlof. Dat staat eigenlijk los van het ziekenfonds. We hebben dat toch hierin ook gestoken, omdat het wel een belangrijke is, omdat veel mensen dat toch wel gebruiken na hun bevalling. Dat is verlof om verder voor je kind te zorgen. Dus na je moederschapsverlof, moederschapsrust, kan je eigenlijk ouderschapsverlof aanvragen aan de RVA. Dat kan tot de leeftijd van 12 jaar, maar ook langer als jouw kind in een bepaalde categorie zit van een beperking of dergelijke. Dan kan dat ook langer zijn, maar in de gewone situatie is dat tot 12 jaar. Je kunt dat 4 maanden voltijds nemen, 8 maanden halftijds, 20 maanden aan 1/5 en ook 40 maanden aan 1/10. Dus je kunt wat kiezen hoe je het wilt opnemen. Dat zijn de 4 mogelijkheden hoe je het kunt opvragen, of kunt opnemen, beter gezegd. De geboortepremie. Natuurlijk een van de belangrijkste zaken. Dat is de premie die je krijgt bij de geboorte van een kind. Het zegt het ook wel letterlijk. Wat houdt het in? Bij LM Plus Ziekenfonds hebben wij de keuze gemaakt om een geboortepremie te geven. Dus een bedrag op de rekening gestort. En een geboortewaardebon. Dus je krijgt van ons en. Dus het is niet of een van de twee. Nee, het is en dat je krijgt. Je krijgt en een premie gestort. En een geboortewaardebon. Ik ga zelfs zeggen hoeveel dat is. Daar ga ik nog even mee wachten. De voorwaarden daarvoor zijn is dat je lid bent als ouder bij LM Plus om die geboortepremie te krijgen. En je geeft je geboorteattestje af. Dus hetgene waar je ook je moederschapsrust mee aanvraagt. Dus je geboorteattest dat je kan afgeven of je kind kan inschrijven bij ons. Dat kan je dus ook gebruiken om je premie op te vragen. Als je via een kantoor gaat, wordt dat allemaal in ene weg met jou eigenlijk geregeld. Dan wordt er gekeken voor een uitkering, dan wordt de geboortepremie toegekend, inschrijving, hospitalisatieverzekering, het hele pakket wordt door de kantoormedewerker met jou besproken en opgenomen. Dus dat is wel aangenaam als je via een kantoor zou gaan. Wat doen wij nog? Wij verhuren babymateriaal voor echt een beperkt bedragje. Dus als je zegt van, ja kijk, ik ga borstvoeding geven, ik wil graag ook kolven. Dan kan je een kolfapparaat uitlenen bij ons. Een kolfapparaat, dat kan je voor een aantal cent uitlenen. Je kan ook zeggen van, kijk, ik ga het even uitlenen, ik ga het daarna aanschaffen. Dat kan via onze zorgboutique, maar daar kom ik zelfs later op terug nog. Dus er is een mogelijkheid om dat uit te lenen. Je kan ook een babyweegschaal uitlenen. Stel nu voor dat je zegt van, kijk, ik heb een babytje met een laag geboortegewicht. Ik wil dat toch dagelijks een keer wegen, dat dat goed bijkomt. Leen het uit bij ons, zeg je na een maand, het is niet meer nodig, kan je het gewoon terugbezorgen aan ons. Een aerosolapparaat lenen wij ook uit, kan ook via de plaatselijke apotheek bij jou in de buurt, maar ook het ziekenfonds, dus ook wij
wil dat gerust aan jou uitlenen, geen enkel probleem, met veel plezier. Als ook een plaswekker, dus als je met een kleintje zit met plasproblemen, dan kan er een plaswekker worden uitgeleend om dat, ja, hoe zeg je dat, om dat te voorkomen of om te zorgen dat het kindje elke 's nachts wakker wordt door aan de hand van de wekker om naar het toilet te gaan. Dus als het kindje wat groter is, kan dat bij ons ook worden gevraagd. Dat is niet echt voor pasgeborenen, maar weet dat het bestaat, dat wij het ook in ons assortiment hebben. Ik zie nog een vraag binnencijpelen. Is ouderschapsverlof voor beide ouders? Inderdaad, dat kan zowel mama als papa worden aangevraagd. Geen enkel probleem. Dat kan zeker gebeuren voor beide ouders. De geboortevoordelen van LM+. Een hele waslijst. Super om te zien natuurlijk dat er zoveel geboortevoordelen bij ons zijn. Waarvan een van de allerbelangrijkste al is, waar ook geen enkel ziekenfonds aan denkt, is de zwangerschapswaardebon. Vanaf dat iemand zwanger is, vanaf 4 maanden, ben je zo'n beetje door de cruciale periode. En dan gaan we eigenlijk zeggen, goed, vraag aan ons een document. Neem dat mee naar de gynaecoloog, laat dat papier invullen. En dan krijg je van ons, als je lid bent bij ons, €80 als zwangerschapswaardebon. Blijkt dan de papa ook nog lid te zijn bij ons, dan is het x2. Dus dat is €160 als cadeau dat je al krijgt, voordat je eigenlijk nog maar je kind op de wereld zou zetten. Dus vanaf 20 weken of 4 maanden zwangerschap kan je dit attest vragen, wordt door de gynaecoloog ingevuld en kan je aan ons bezorgen. Dus €160 als cadeau al om al een goede start te maken, dat krijg je van ons. Nadien kan je ook nog een aanvraag doen voor €45 tussenkomst in het kader van zwangerschapszwemmen, zwangerschapsyoga of perinatale kiné. Dat is één pakket. Dus ofwel geef je het aan voor zwangerschapszwemmen, zeg je van nee, liever yoga, ook goed. Ofwel kinesietherapie, maar specifiek voor zwangerschap. Die kinesietherapie die valt eigenlijk onder leren puffen, bekkeninstabiliteit, leren houding voor te bevallen. Dus dat kan in heel veel aspecten gebruikt worden, die perinatale kinesietherapie. Dat zijn 9 sessies dat wij €5 extra voor terugbetalen. Dus op jouw remgeld krijg je nog eens €5 per sessie van de kinesietherapie terug. In totaal €45. Stel je voor dat je zegt, ja, maar ik ga maar 3 beurten bij de kinesist voordat ik ga bevallen en de rest nadien. Perfect. Dus ook al ben je al bevallen, kan je nog die perinatale kine laten terugbetalen aan €5 per keer. Dus dat kan. Oké. Dan de geboortepremie, adoptie- of pleegzorgpremie en waardebon. Ik had gezegd dat ik dat daarnet nog niet ging zeggen. Ik ga dat nu ook vertellen. Wij geven €100 gestort op de rekening van onze leden en €100 geven wij als geboortewaardebon. Zijn beide ouders lid bij LM+, is dat x2. Dus dan spreek ik over €200 gestort op de rekening en €200 waardebon. Dus in totaal €400 geboortecadeau, zonder dan mee rekening te houden dat je al €160 van ons hebt gehad vanaf dat je 4 maanden zwanger bent. Dat is eigenlijk al €560 dat je van ons gewoon cadeau krijgt en het kindje is nog maar pas op de wereld. Dus dat is wel super, hè? Wat doen wij nog? Je kan ook kraamhulp inroepen. Ik ga ook straks meer uitleg geven over de instantie die bij ons de kraamhulp kan verzorgen. Trouwens, geen verplichting, maar dat is onze zorgpartner die we ook graag wel in de kijker zetten. De kraamzorg is terugbetaald aan €5 per uur voor 30 uren. Is €150 dat je kan terugvragen. Of dat kan voor een doula zijn. Dus een doula is een zwangerschapscoach. Dat is geen vroedvrouw. Dat is eigenlijk iemand die je gaat ondersteunen in het kader van je zwangerschap. Maar dat heeft geen medische achtergrond. Dat is meer een ondersteunende figuur. Die eigenlijk op jouw tempo gaat meekijken van wat heb je nodig als zwangere, hoe wil je bevallen, en die daar eigenlijk jou gaat ondersteunen, jou gaat coachen. Dus ofwel kies je de kraamzorg, ofwel kies je de doula-begeleiding. Dan onze topper, waar ik super fier op ben. Ik heb ook zelf borstvoeding gegeven, dus ik weet hoe belangrijk en hoe super dat is. Ook heel fijn om te geven. Dat is onze borstvoedingspremie. Wij geven voor 2 maanden borstvoeding €125. Dus als je 2 maanden borstvoeding geeft, krijg je €125. Geef je nog eens 2 maanden, is nog eens 125. En geef je nog eens 2 maanden, dus na 6 maanden borstvoeding, is €375 het totaal wat je kan krijgen als je borstvoeding geeft. Veel mama's die aan mij vragen, ja, maar hoe kan ik dat nu aantonen? Ik kan toch moeilijk langskomen om te tonen dat ik borstvoeding geef? Uiteraard, dat verwachten wij ook totaal niet. Je kan aan ons een attest opvragen.
Dat heet de borstvoedingsattest. En dat kan je aan kind en gezin geven, gynaecoloog of de vroedvrouw. Die persoon vult het in na 6 maanden, na 2 maanden, na 4 maanden. Hangt er vanaf hoe lang dat je gaat geven. En dan krijg je het geld op de rekening gestort. Dus een totaal van €375 als je 6 maanden borstvoeding geeft. Wij bieden ook een tussenkomst in de begeleiding door een vroedvrouw. Dus een vroedvrouw werkt via het derde betalersysteem. Dus voor jouw visites van de vroedvrouw moet je niks betalen. Ga je via een zelfstandige uit de buurt, ga je misschien wel een dossierkost moeten betalen en kilometervergoeding. Dus dat is een optie, dat kan dus. Bevraag je dus goed als je voor een vroedvrouw uit de buurt kiest, wat voor extra kost zij gaat of kan aanrekenen. Ga je via een koepel, gelijk immens, waar ik het zelf over ga hebben, ga je die kost niet hebben. Er zijn een aantal instanties waar je mee kan samenwerken die geen extra kosten aanrekenen. Een zelfstandige doet dat meestal wel, maar bevraag je gewoon goed, dat je zeker weet wat je moet verwachten. Nog een leuke topper is de terugbetaling kinderopvang. Dus naast dat je kinderopvang kan aangeven op je belastingbrief, kan je kinderopvang ook terugbetaald krijgen van LM+. Wat moet je doen? Gewoon een factuur van de kinderopvang bezorgen en dan krijg je €60 terugbetaald per jaar. Gedurende 3 jaar. Dus stel je voor, je bevalt in januari en in juni gaat het kindje naar de kinderopvang. Dan bezorg je de factuur van juni aan ons en dan krijg je €60. Het jaar nadien nog eens €60 en het jaar nadien nog eens €60. Dat is €180 dat je gedurende die periode kan krijgen in totaliteit, tot het kindje naar school gaat. Wat zijn nog voordelen bij LM+, is dat je beroep kan doen op een zwangerschapsconsulent. Dus er kan iemand aan huis bij jou langskomen, maar dat mag ook telefoons of via Teams zijn, die ook gaat uitleg geven over alles rond zwangerschap. Elke vraag die je hebt, vooral bij jonge ouders of die aan het eerste kindje beginnen, is dat wel eens leuk om een consulent over de vloer te krijgen. Ik heb dat zelf ook gedaan, omdat ik zo wat het idee had van wat gaat er op mij afkomen. Zeker in het kader van een bevalling in het ziekenhuis. Ik had daarvoor gekozen van wat gaat er gebeuren, hoe is de procedure. De vroedvrouw die is gekomen van Immens, die heeft mij heel erg op mijn gemak gesteld en mij ook uitgelegd van wat er allemaal ging gebeuren, wat ik mij kon verwachten aan. En dat gaf voor mij wel wat gemoedsrust. Daar kan je ook echt elke vraag aan stellen, elke bezorgdheid waar je mee zit, kan je aan die zwangerschapsconsulent vragen. Die zwangerschapsconsulent is van Immens en die gaat ook informatie geven over de workshops die worden gegeven door vroedvrouwen. Kom ik ook later even op terug op dat verhaal van Immens. We lenen ook babymateriaal uit, dat heb ik al verteld. Hè? Dus die aerosol, die weegschaal en dergelijke en dat kolfapparaat. Wij geven ook een terugbetaling voor wiegedood, een monitoring wiegedood. Dus als er een monitor moet gehuurd worden en er zou een eigen opleg zijn, mocht dat er zijn, dan bezorg je onze factuur en gaan we daar max €90 van terugbetalen. Mocht dat in dit geval worden aangerekend. Heb je niks wat je moet betalen, zoveel te beter, dan is er ook geen terugbetaling natuurlijk voorzien. Het hele jaar door krijg je ook een percentage korting in de zorgboutique. Dat is onze boutique waar wij heel wat zaken hebben staan. Maar ook daar ga ik nog even in spanning houden wat er allemaal te kopen valt met jouw bonnen. Dus de bonnen die ik daarnet heb besproken, die zwangerschapswaardebon, die geboortewaardebon en dergelijke, die kan je opkopen in onze zorgboutique. Je hebt altijd 15% korting het hele jaar. Maar wat je er allemaal mee gaat kunnen kopen, dat is voor service. Wat hebben we nog in ons assortiment staan? Is het remgeld terugbetaald tot 7 jaar? Ook zeer lang dat we dat terugbetalen. De enige voorwaarde die we stellen is een GMD, globaal medisch dossier, afzetten bij de vaste huisarts. En dan komt het remgeld automatisch terug. Dat is niet iedere maand dat dat terugkomt, het remgeld. Dat is om de paar maanden. Het automatisch systeem gaat bekijken, goed, wat moet er terugbetaald worden. Dus ik hou dat in de gaten voor mijn zoontje. Komt om de 3 maanden ongeveer een terugbetaling van de remgeld voor van de huisarts of dergelijke. Als de ouders of een van de ouders een hospitalisatieverzekering of een tandverzekering bij ons hebben lopen, dan zijn de kindjes tot 8 jaar gratis. Ik zie hier een vraagje binnen springen. Ik ga het even lezen. Greg vraagt, wat is remgeld? Remgeld is hetgeen wat je zelf, je eigen aandeel, wat je zelf moet betalen bij een arts. Dus bij de huisarts betaal je bijvoorbeeld €24 of €25. €20 daarvan is ten laste van het ziekenfonds. En €4, €5 moet je eigenlijk zelf betalen. Dat is remgeld. Voor kinderen tot 7 jaar wordt het remgeld terugbetaald. Er zijn een aantal uitzonderingen van supplementen die niet worden terugbetaald, maar het merendeel is wel terugbetaald. Dus als je met jouw kleintje naar de huisarts zou gaan, dan komt het remgeld automatisch terug op jouw rekening. Weliswaar niet onmiddellijk, zoals ik net zei, pas na een aantal maanden wordt dat automatisch systeem, dat genereert dat dan,
je hebt sowieso wel hetgeen wat aan het ziekenfonds wordt aangegeven, krijg je wel automatisch terug. Dus hetgeen wat wettelijk is, krijg je onmiddellijk terug. Het ruimgeld is pas na x tijd. Dus vandaar. Oké, okay, dat is duidelijk, zie ik. Hospitalisatie en tandverzekering gratis voor kinderen tot 8 jaar, als de ouders eentje hebben lopen bij ons. Bij plasproblemen komen wij ook tussen. Dus als er een van de kindjes een plasprobleem zou hebben, dan kan er een behandeling voor gebeuren. Dan betalen wij ook 100 euro voor terug voor zo'n plaswekkertje. Dat lenen wij ook uit, dus dat kan allemaal. Mocht dat voorvallen, alleen neem even contact met ons, dan gaan we kijken wat het kindje nodig heeft om de plasproblemen uit de wereld te helpen. Er kan ook beroep worden gegeven op een thuisoppas zieke kinderen. Dat kan ook via Immens, dat je even belt naar Immens en vraagt, ja, ik heb een thuisoppas nodig, het kind kan niet naar de opvang, ik moet gaan werken. Daar betalen wij ook 13,50 euro per uur van terug, voor max 30 euro per kalenderjaar. En dan op 2 jaar krijgen de kindjes van ons een cadeautje. Dan mogen ze op kantoor langskomen bij hun in de buurt en dan kunnen ze kiezen tussen een step, een zwemvest of een fietsje. Dus dat is wel leuk. Evelien vraagt, dienen zowel vader als moeder aangesloten te zijn bij LM Plus voor terugbetaling remgeld? Kind. Nee, dat hoeft niet, maar het kind moet wel lid zijn bij ons. Dus, het kind kan een terugbetaling van het remgeld krijgen als het bij ons is aangesloten. Dus een van de ouders moet het kind wel bij ons ingeschreven hebben ten laste van die ouder. Ik hoop dat dat wat duidelijk is, Evelien, wat ik daarmee wil zeggen. Dus als mama bijvoorbeeld een ander ziekenfonds en een papa is bij ons, dan moet het kind wel bij de papa op het lidboekje staan. Oké, top. Duidelijk. Super. Voilà, dat zijn eigenlijk de voordelen. Dan ga ik over naar Immens, onze zorgpartner, waar ik zelf heb gebruik van gemaakt tijdens mijn zwangerschap en bevalling. Ik heb nog een vraagje dat binnencijpelt, dus ik ga nog heel even die Immens voorstelling on hold zetten. Stel, de vader is aangesloten bij LM en de moeder niet. Kunnen al deze voordelen, premies, waardebonnen, etc. enkel door de vader aangevraagd worden? De geboortepremie van 100 euro gestort en 100 euro waardebon kan aan papa toegekend worden. Inderdaad. De zwangerschapswaardebon kan ook aan papa toegekend worden. Dat is geen enkel probleem. Wat is wel een probleem? De borstvoedingspremie, uiteraard. Dat kunnen we niet aan een papa gaan geven. Dat is enkel aan de mama. De kinderopvangpremie kan wel toegekend worden, mits het kind natuurlijk bij ons staat ingeschreven. Ben ik nog aan het denken, de kraamhulp kan ook toegekend worden. Ja, dat is het denk ik ongeveer. Ja. Dus er zijn een aantal zaken die niet kunnen. Like de borstvoedingspremie kan niet. En ook de dubbele premies gaan niet kunnen als er een van de ouders alleen maar lid is. Ik hoop dat dat een antwoord geeft op de vraag. Ja, duidelijk. Oké. Okay. Immens. Onze zorgpartner. De werking van Immens. Dus Immens fungeert binnen het gezin. Ze heeft 3 actoren. De belangrijkste, naar mijn gevoel, is de vroedvrouw. Dat is degene die het snelste aan huis gaat komen, die de zwangerschap ook opvolgt en ook nadien na de bevalling eigenlijk gaat kijken hoe het met mama en met kind is. De vroedvrouw maakt ook het kraamdossier op. Dus als je zegt van ik wil een kraamhulp, een kraamverzorgende aan huis, dat kan. Dat doet Immens ook. Die volgt je zin ook mee op en die ondersteunt ook waar nodig. Dan heb je ook nog de coördinator van kraamzorg, dus degene die de planning doet, die de kraamzorgende verzorgende aanstuurt en ook die de vroedvrouw contacteert bij eventuele zaken. Toen de dame van Immens bij mij is geweest, de vroedvrouw van Immens, toen had ik wel het gevoel dat de kraamhulp en de vroedvrouw echt op elkaar waren ingespeeld. Het is eigenlijk de bedoeling dat die met elkaar gaan overleggen en gaan kijken van goed, wat is waar nodig binnen dat gezin? Hoe kunnen we die mama ontlasten? Hoe kunnen we die mama ondersteunen? Wie doet wat? Datzelfde kraamzorgverzorgende ook het kind ging wegen bij momenten als het met een laag geboortegewicht zat. Dat was echt een tandem met hun 3. En dat vond ik wel een heel interessant gegeven binnen Immens om van gebruik te maken. Vandaar dat ik ook voor hen heb gekozen. Ik had daar een heel positief gevoel bij. Dat is natuurlijk ook wel een persoonlijk iets. Vroedvrouw van Immens, die gaat de medische opvolging doen van de mama. En van de zwangerschap uiteraard. Dat gaan tot maximum 12 prenatale medische controles. Die gaat informatie geven over borstvoeding. Die gaat informatie geven over de bevalling. Over eigenlijk alles waar je als mama of papa of ouders mee zit, gaat die persoon proberen informatie te geven. Weet ook wel, dit is vrijblijvend. Binnen LM+, binnen Immens, wij zijn partners, maar er is geen verplichting aan verbonden.
De informatie en advies die de vroedvrouw of voorlichting geeft, kan ook via een prenatale workshop gevolgd worden. Dat kan gaan van een EHBO-cursus tot een borstvoedingspakket, tot babybubbles, tot een babyopkomst voorlichting. Dat kan via digitale weg, dat kan persoonlijk zijn, dat kan individueel aan huis zijn. Ze gaan eigenlijk op maat van de klant of de patiënt, cliënt, gaan zij gaan werken. Wat gebeurt er bij die postnatale opvolging aan huis? Er gaat medische nazorg aan de moeder geboden worden. Ik ga een voorbeeld geven. Je bent bevallen, je hebt een knipje gekregen. Je hebt er wel wat last van. De vroedvrouw gaat dan eigenlijk nakijken. Geneest het goed? Moet het verzorgd worden? Heb je ergens anders last? Is alles normaal? Bij mij hebben ze bijvoorbeeld ook regelmatig een keer aan mijn buik gevoeld. Of alles mooi, ook binnen mijn buik niet meer aanwezig was. Dat alles eigenlijk in orde was. Dus dat is ook een nazorg die de vroedvrouw aan de moeder biedt, maar ook aan het kind. Dus mijn zoontje werd ook regelmatig nagekeken aan zijn naveltje, naar zijn kleur, naar zijn gewicht, werd meermaals gewogen. Het volledige nazicht, ook in het kader van borstvoeding werd er zaken besproken. In het kader van mijn afspraken met kind en gezin. Eigenlijk alles wat er nodig was, waar ik nood aan had, kon besproken worden. Dat was geen vraag te moeilijk. Ook rond flessenvoeding kan er gesproken worden, ook rond hapjes. Dus groentepap, fruitpap, alles kon besproken worden met de vroedvrouw. Dat was een enorm zalig gevoel dat ik wist van, er is iemand. Ik kon die persoon ook bereiken na de kantooruren. Dus als ik die nodig had, kon ik die gewoon bellen. Die was er, die was beschikbaar. Super fijn gevoel. Die was ook contactpersoon met artsen, met kind en gezin. Dus dat is iemand die eigenlijk ook een beetje fungeert als vertrouwenspersoon en die ook met de mensen contact zoekt waar het nodig zou moeten zijn. Die mij ook heeft doorverwezen naar instanties als ik vragen had of dergelijke. Dus dat is wel leuk. Er kan ook een verlenging gebeuren van visites door de vroedvrouw, maar dan moet er een extra attest van de huisarts of van de gynaecoloog of de arts zijn. Dan kan er ook nog een verlenging gebeuren van het aantal visites van de vroedvrouw. Kind en gezin, redelijk gekend door iedereen, die gaat het kind opvolgen in het kader van gewicht, gehoor, oogtest, vaccinaties, ontwikkeling, voeding, vaste contactmomenten. Kind en gezin neemt ook vrij snel contact na de geboorte van het kind. Bij mij zijn ze persoonlijk langs geweest. Ik hoor van andere mama's dat niet altijd gebeurt. Hangt van de regio af. En dan komen zij uitleg geven ook over wie gedood, over postnatale depressie en dergelijke. Voeding bij het kind. Zij maken ook wel wat promotie voor borstvoeding. Maar daarnaast staan zij ook open voor andere zaken. Dus, ze volgen het kind van nabij op en willen eigenlijk een gezonde ontwikkeling van het kind verkrijgen. Zij volgen op tot 2,5 jaar. De kinesist is ook nog een gebruikelijke doorverwijzer dat je kunt naartoe gestuurd worden door de vroedvrouw in kader van bekkenbodemreductie, reeducatie. Vooral de bekkenbodemspieren kunnen wel wat belast worden na de bevalling en ook tijdens de zwangerschap uiteraard. En dan kan een kine wel wat soelaas bieden om dat gegeven terug wat optimaler te krijgen. Ook 7 dagen na de bevalling, bij mij was het iets langer, ben ik naar het ziekenhuis moeten teruggaan om naar de pediater te gaan met mijn kindje om te gaan kijken of alles wel oké was. En dan kun je op dat moment ook je vragen stellen van kijk, de eerste periode is zo geweest, ik maak me toch wel zorgen over dit, maar zorgen over dat. Dus dat is wel ideaal dat je dan nog even bij een arts kunt langsgaan. De kraamzorg. Kraamzorg is verschillend met vroedvrouw. Sommige mensen vergissen zich daarin. Een vroedvrouw gaat echt op het medische aspect gaan kijken. Dus bij het kind en bij de mama gaat die dingen bespreken en bekijken. De kraamhulp gaat eigenlijk ondersteunend zijn in het huishouden, in de ondersteuning van mama. En gaat eigenlijk praktische hulp geven ook. Dus die gaat een beetje ontlasten waar nodig. Die kan een flesje maken, die kan het kind even verzorgen, een badje geven, terwijl dat mama eventueel even rust. Dus dat is heel divers wat een kraamhulp kan of een kraamzorg kan betekenen. Mag ook licht huishoudelijke taken overnemen. Het is geen volledige poetsvrouw. Daar moet je geen illusie in maken. Het is iemand die echt ondersteuning kan bieden op verschillende gebieden. Kan pannenkoeken bakken, warm eten maken, soepjes maken, ik zeg maar iets. Dus die gaat eigenlijk de mama ontlasten in de dagelijkse taken. Daarvoor dient een kraamhulp en niet zozeer om als poetsdame ingezet te worden. Dat is iets heel anders.
De kostprijs van een kraamhulp, dat wordt berekend aan de hand van het inkomen van het gezin. En kan maximum 9 euro per uur zijn. Dus hetgeen wat je moet betalen aan een kraamhulp kan max 9 euro per uur zijn. En wij voorzien daar een tussenkomst van 5 euro per uur voor gedurende 30 uur, dus 150 euro. Dus dan heb je nog een opleg van max 4 euro als je in de hoogste schaal van inkomen zit, natuurlijk. Hè. Kan tot max 3 maanden na de bevalling gebeuren. En soms kan dat al vroeger opgestart worden als je met een moeilijke zwangerschapsperiode zit. Als het moeilijk loopt met je zwangerschap, dan kan dat al sneller opgestart worden. Voilà. Hoe kun je iemand contacteren? Via ons. Je kunt altijd bij ons laten weten van ik wil beroep doen op die zwangerschapsconsulent, kraamhulp, vroedvrouw. Dan nemen wij contact met iemand. Of rechtstreeks via hun telefoonnummer of via iemand.be. Dus terechtkomen bij hun lukt sowieso via de een van die drie kanalen. Het allerleukste, onze zorgboutique. Ik ben er super, super, super fier op. Een zeer mooie winkel op verschillende locaties. Aalst, Hasselt, Assen en Roeselare. Voor mezelf, natuurlijk aan het accent te horen, is Hasselt het dichtstbijzijnde. Kunt daar uw waardebonnen opkopen van zwangerschap, maar ook van geboorte. Dus ik heb gesproken over die 80 euro zwangerschapswaardebonnen. Bij de ouderslid was dat 160 euro. Die kan je dus daar opkopen. Bij de geboorte 100 euro waardebon, maal 2 is 200 euro als bij de ouderslid zijn. Die kan je daar dus ook opkopen. Wat kan je daar kopen? Ik ga dadelijk een filmpje laten zien, maar ik ga eerst even vertellen wat je kan kopen. Papflessen van Avent, Nuna Buggy, Nuna Reisbed. Zijn allemaal merken uiteraard. Child Home, autostoelen, een babymove verzorgingspakketje, een babymove toestel voor te pureren, steriliseren. Allee, noem maar op, een hele waaier aan van alles. Dus je gaat je waardebonnen zeker kunnen opkopen. Het zijn trouwens ook producten met een label. Dus dat wil zeggen, ze zijn eigenlijk ook met heel veel zorg door onze verantwoordelijken uitgekozen. Niet zomaar de eerste en de beste producten die we hebben genomen, maar echt met een label dat het een Europese goedkeuring heeft. Belangrijk. Weten dat dat ook voor veiligheid zorgt voor het kind. Zeker in het kader van autostoelen en dergelijke moet het wel veilig zijn. Dus daar staan we ook voor. Dus leden van LM Plus krijgen met hun korting, met een lidmaatschap 15% korting doorheen het hele jaar. En na die korting kunnen ze hun bonnen dus opgebruiken. Ik krijg van Veerle een zeer goede vraag. Kan je een geboortelijst laten aanleggen in de zorgboutique? Nee. Maar wat ik wel tegen de mensen zeg die lid zijn bij ons... Je weet wat bonnen je gaat krijgen. Hè? Dus je weet dat je 160 euro gaat krijgen en nog eens bij de geboorte 200 euro waarde van ons is 360 euro. Ga al op voorhand eens kijken in onze boutique wat je graag zou willen. Hè? Houd dat in je achterhoofd en let dat niet op je geboortelijst. Want je weet, ik kan het daar dan met mijn geboortewaardebonnen krijgen. Maar je kunt heden geen geboortelijst aanleggen in onze boutique. Ja, dat is iets wat wij niet doen. Dan, voilà... Dan gaan we denk ik over naar het filmpje. Voilà, dat gaat denk ik een duidelijk beeld van hetgeen we in ons assortiment hebben. De herbruikbare luiers kwamen aan aanbod.
aan bod. En ook de gewone luiers die wegwerp waren, kwamen ook in het zicht. Dus we hebben een heel mooi assortiment. Je gaat zeker je ding kunnen vinden. Plus er komt ook elke week meer en meer bij in ons assortiment. Dus houd zeker onze website in de gaten. Zijn er vragen voor mij? Ik heb er al een paar gehad. Ja, die kan je zeker nalezen. Je krijgt ook trouwens de replay toegestuurd door Sophie. Morgen normaal gezien, de laatste woensdag, gaat zij die doorsturen naar jullie. Ik ga ook zelf nog een mailje sturen naar alle leden die hebben deelgenomen. En ik zal onze voordelengids ook in dat mailtje plaatsen. En daar kan je ze allemaal nog eens teruglezen. Dus je hebt dan verschillende kanalen. Ook op onze website ga je ze vinden. Maar natuurlijk niet zo mooi gestructureerd als hier. Dus ik denk dat ik best dan even de gids met alle voordelen doorstuur naar iedereen deze week of begin volgende week. Ik wil eventjes daartussen komen. Ik ga even in beeld komen. Dus wij hebben nog, ook een boekje van Immens met leuke recepten voor zwangere dames. En wij hebben een paar foldertjes die wij jullie zeker kunnen bezorgen. Dus inderdaad, wij zullen jullie alles bezorgen. Als je uw naam achterlaat hier, dan zal ik u zeker een vaste pakketje opsturen deze week. Zijn er nog vragen van deelnemers die zoiets hebben van de geboortevoordelen? Want dat is eigenlijk echt mijn winkel, de geboortevoordelen. Misschien mag ik ook eigenlijk dagelijks aan mensen uitleg en ook probeer naar voren te schrijven. Het is een heel mooi pakket wat we natuurlijk ook hebben aan voordelen. Hè. Ook, ik ga even nog iets meegeven. Ook al ben je al ver in je zwangerschap, ook al ga je snel gaan bevallen een van de komende maanden en ga je een overstap pas bijvoorbeeld op 1 april kunnen doen, ook dat is niet erg om nog van een aantal voordelen te kunnen genieten. Weet ook dat je geen wachttijd hebt bij voordelen bij ons. Dus je moet niet bijvoorbeeld een jaar aangesloten zijn om te kunnen genieten van bepaalde voordelen. Je hebt eigenlijk bij overstap onmiddellijk recht op alle geboortevoordelen. Dus je moet nergens voor wachten of dergelijke. Wat ook nog een interessante is om ook nog even mee te geven, er staat ook geen slide van, is een voordeel rond vaccins. We hebben vanavond ook over vaccinatie gesproken. We hebben een voordeel vaccins, dat bedraagt €30 per jaar, maar dat gaat veranderen in 2023 naar €50. Wat is daar zo leuk aan, dat dat verhoogd wordt, zeker in het kader van jonge ouders of zwangerschap, is dat die €50 kan gebruikt worden voor het pneumokokken type B-vaccin, dat is Bexsero. Kind en gezin, die hebben tegen mij dat verhaal gedaan, dat dat wordt gepromoot, maar dat zij het niet mogen plaatsen. Dus kind en gezin is bij mij langs geweest en hebben gezegd van, ja kijk, Bexsero, dat is een vaccin, dat is niet verplicht, dat is facultatief, dus dat mogen zelf kiezen voor dat plaatsen. Maar ze raden dat wel aan om dat te laten zetten, maar dat moet door de huisarts gebeuren. Dus we kunnen u dat wel vertellen, maar we mogen dat niet zetten. Oké, goed. Zo'n spuit kost €87, dat is dus ja, een ferme duit. Dat moet 3 keer geplaatst worden. Dus 2 keer in het eerste levensjaar van het kind en dan vanaf 1 jaar opnieuw nog 1 spuitje. €87 maal 3, ik vond dat wel een serieuze som om te betalen. En gezien het voordeel vaccins bij ons €30 was het jaar, heb ik €30 kunnen terug laten betalen daarvoor. Vanaf 2023 verhoogt dat naar €50 met 50% tussenkomst. Dus als je dan een vaccin binnenbrengt van Bexsero, wat €87 kost, is dat voor 50% terugbetaald. En dan kan je het nog een keer binnenbrengen, nog eens 50%, dan heb je je €50 al terugbetaald. Dus dat is €50 wat je nog als extra voordeel kan krijgen. Bij andere ziekenfondsen is vaak het bedrag voor vaccins lager. En dan heb je soms ook geen recht op een tussenkomst, enkel voor reisvaccins. Dus wij hebben het breder getrokken. We hebben vaccins in alle soorten en maten dat wij terugbetalen. Dat is Bexsero, heet dat vaccin. Dat heet pneumokokken type B. Ik dacht voor hersenvliesontsteking onder andere. Dat werd wel geadviseerd om te doen. Dat is iets redelijk recentelijk. Dus dat is nog maar een paar jaar dat ze adviseren. Ja, ik zie heel wat infopakketten die willen binnenkomen, dus dat is wel heel goed. Nog vragen rond de voordelen? Ik denk dat uw uitleg heel boeiend was, hè, Charlotte, dat de meesten alles begrepen hebben. €87 voor de 3 spuiten, ja, klopt. Ja, ik denk dat ik tot mijn einde ben gekomen. Hè. Ik vond het zeer leuk.
Bexero. Ik ga dat even typen. Dat kunnen jullie ook eens googlen. 50 euro maximum terug, niet per spuit. Dus de tussenkomst is 50% dat we geven met een max van 50 euro. Dus als je een spuit van Bexero vraagt voor terug te betalen, dan gaan we die 87 euro gedeeld door 2 doen, hè, want dat is 50% maar van het vaccin. Dat is 33,5 euro terugbetaald. Als je dan nog een tweede spuit laat zetten, kan je nog 16,50 euro ook nog terugbetaald krijgen. Dus in totaal 50 euro per jaar dat je kan krijgen. Het zwangerschapstraject is eigenlijk de uitleg die wij geven in het kader van zwangerschapsvoordelen. Wij gaan geen informatie, ikzelf niet geven, over inseminatie IVF. Dat kan je wel bij de vroedvrouw voor terecht en je kan een zwangerschapsconsulent wel vragen. Maar meestal ja, zijn die vragen voordat er een zwangerschap is al. Dus ja, dan is het een moeilijke, denk ik. Want die zwangerschapsconsulent wordt aangevraagd vanaf 4 maanden zwangerschap, kan die langskomen of informatie geven. Nu, als je echt heel specifieke vragen hebt die je daaraan wilt voorleggen, ik kan altijd de vraag stellen dat ze contact zoeken rond IVF, rond inseminaties. Als dat moest nodig zijn, dan wil ik dat heel graag doen. Ik kan altijd de vraag stellen aan die mens of zij die informatie willen verschaffen of willen ondersteunen. Geen enkel probleem. Graag gedaan. Ik zie nog een vraag. Maar moet je per se hospitalisatieverzekering op voorhand aanvragen? Want ik ben zelf te laat, denk ik. Ja, dus hospitalisatieverzekering, heel belangrijk. Dat moet je hebben afgesloten voordat je zwanger bent, om te kunnen gebruikmaken van een eenpersoonskamer. Sluit je het af nadat je al zwanger bent, ga je sowieso die kamersupplementen en die eerloonsupplementen niet van gebruik kunnen maken. Dus meestal, vrouwen die zwanger zijn, die komen dan aan mij vragen, oh Charlotte, ik wil graag op een kamer alleen, maar ik heb geen hospitalisatieverzekering. Ja, dan moet ik heel erg zeggen, sorry, maar je gaat nergens meer eentje kunnen krijgen. Niet bij ons, niet bij een privéverzekeraar, niet bij een ander ziekenfonds. Ja, snij jezelf niet in de vinger. Het kost enorm veel geld als je op een kamer alleen gaat liggen en je hebt geen hospitalisatieverzekering. Dan gaat het een ferm en duit geld kosten. Dus ja, jammer. Ik had liever iets positiever nieuws erop willen zeggen, maar nee, op voorhand afsluiten. Zijn er nog vragen voor Charlotte? Ik ga even de slides. Dan denk ik dat we er zijn voor vanavond. Zoals ik daarnet al zei, dus de pakketjes. Al wie dat een pakketje heeft aangevraagd, sowieso komt dat jullie richting uit. Zijn er nog vragen voor Charlotte die willen gesteld worden nadien? Geen probleem. Laat het ons ook gewoon of via de chat weten. Ik wil ook nog graag gewoon onze partners van deze avond bedanken. Allereerst Charlotte voor haar uitleg deze avond. Want het is voor haar ook nieuw om webinars te geven, maar ze doet dat heel goed. Dus ook onze partner De Zorgboutique, onze zorgpartner Immens en de spreker van deze avond ook van Vaccinopolis, dokter Kirsten Maartens. Wij hopen alleszins dat jullie een pak aan informatie of een boel aan informatie hebben meegekregen die jullie de komende maanden zullen kunnen gebruiken. Dan wil ik jullie enkel nog bedanken voor jullie aandacht. En zoals we daarnet hebben gezegd, dit webinar, dit kan je herbekijken. Morgen krijg je de replay in je mailbox. En ik zie nog enkele vragen binnenkomen. Oké, dus gewoon bedankt voor de boeiende avond. Ik ga Charlotte nog even in beeld tonen. Jullie zijn allemaal bedankt om hier met zoveel aanwezig te zijn. Dank u wel van LM+. Dank je wel iedereen en voor degenen die al zwanger zijn. Dikke proficiat. Voor degenen die nog het traject aan het lopen of doorgaan zijn, heel veel succes gewenst. En ik duim. Dankjewel voor jullie aandacht. Goedenavond iedereen.